de opdracht van ons daarbij is het regelen, het organiseren, het zorgen voor veiligheid in de maatschappij door het ten uitvoer leggen, zoals wij dat mooi zeggen, van opgelegde straffen en maatregelen, oftewel opsluiten. Ik vind het een ongelooflijk origineel idee dat wij hier in Almelo deze tentoonstelling hebben, want wie is er nou niet nieuwsgierig naar hoe dat daar achter die muur uitziet? Tenminste, ik wel, dus ik ga me graag aan uw aanbod graag melden voor die rondleiding. Ja, we hebben hier in Almelo een hele historie, 500 jaar zeiden beide heren al van gevangeniswezen. En hoe dat nou werkelijk is gegaan, weet ik niet. De tentoonstelling zal mij zeker helpen om een beeld te vormen. Maar ik hoorde ook dat wij, zeker in het verleden, toen je hier nog aan de Marktstraat zat, dat het eigenlijk niet zo heel erg was om gedetineerd te zijn. Dat wil zeggen, je bent natuurlijk liever buiten. Maar dat we toch ook wel een wat minder erg gevangenis waren. Nou, misschien weten die heren het hier nog, maar op mijn papiertje staat dat je soms ook wel een visje van de markt kreeg. Ja, we waren heel humaan eigenlijk ten opzichte van de gedetineerden en dat werd heel erg gewaardeerd. En we hebben van elders toen de tijd wel eens mensen gekregen die dus niet nergens konden functioneren. En die kwamen bij ons binnen en geboeid, een stok in de broek. En ja, en toen zei die destijds die directeur van Marlen, die zei, wat is dat? Af! En die handboeien en die stok uit die broek. En wij hebben ze dus naar binnen gehaald en uiteindelijk als reiniger aangesteld, dat was een vertrouwenspositie. Nou, en dat deden ze fantastisch. Repressie geen zin heeft, dat we ervoor moeten zorgen dat iedereen die nu binnen is ook buiten weer mee kan doen, dat dat ook een belangrijk deel van jullie werk is. Daar hebben wij natuurlijk als gemeente ook alle belang bij, dus ik wens u met dat werk heel erg veel. Waar we eigenlijk voor zijn vandaag is om de tentoonstelling te openen. Ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken en in ieder geval van harte gefeliciteerd met deze prachtige expositie. Heel even hierbij deze tentoonstelling voor geopend verklaren. Thank you.